Ja, Lucas Woudenberg, jullie winnen uiteindelijk met 4-1, maar het was erg moeizaam. Ja, wat je zegt, het was een hele moeizame wedstrijd. Ik denk dat je de eerste 5 minuten gewoon goed begint. 3-4 grote kansen, een bal op de lat volgens mij nog. En dan komen hun in één keer met een uitval eruit. En eigenlijk moeten we Terrence Coaches die bal kan laten lopen. Vervolgens in de scrimmage valt hij er een beetje tussen en uiteindelijk schiet hun binnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, wat gebeurde er bij de 0-1? Want daar zag jij ook niet helemaal lekker uit. Nee, wat ik zeg, we hadden Terrence moeten coachen dat hij die bal kon laten lopen. Dan kon Brett hem zo oprapen. Maar goed, dat deden we niet, waardoor Terrence hem weer terug in het veld bracht. En toen viel hij er een beetje tussen. En uiteindelijk tussen mij en Brett viel hij er tussen. En uiteindelijk ging hij nog naar de zijkant. En daar stond die spits ook vrij. Dus dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar goed, daarna probeerden we een wat hoger tempo te spelen. Was wel moeizaam. Maar gelukkig maak ik net voor rust de 1-1. En twee in de rust zijn we tegen elkaar, jongens, we moeten tempootje hoger draaien en sneller van kant naar kant spelen. En dan kunnen we het op een gegeven moment vroeg of laat niet meer belopen. En gelukkig maken we dan nog 3 goals, maar het was inderdaad moeizaam vandaag. Ja, en vlak voor jullie 2-1 krijgen zij nog een dot van een kans, hè? Via die spits Boeren die bal overschiet, dan hadden jullie zelfs op achterstand weer gekomen. Ja, dat was 100% kans. Kom je heel goed weg. We moeten gewoon beter staan in de omschakeling met z'n allen. En zo'n balbezittersbalverlies moeten we het met z'n allen doen. En je zag met name in de omschakeling dat het een paar keer net niet goed stond. Dus dat moet beter. Al met al winnen jullie wel weer gewoon. Zitten jullie in de volgende ronde van de beker. Daar was het om te doen. Is dat ook hoe jullie er een beetje over denken? Ja, tuurlijk. Je zegt van tevoren tegen elkaar, het draait om 1 ding. Dat is om resultaat. En het liefst wil je dat natuurlijk met goed voetbal doen. En zoveel mogelijk doelpunten. Maar goed, het voetbal kon vandaag en moet beter. Maar al met al draait het om een ronde verder. En dat hebben we gedaan. Je speelde vandaag weer. En dat was wel even wennen, denk ik, voor je. Althans wennen. Ik denk dat je gefrustreerd was dat je de laatste 2 wedstrijden tegen Manchester United en PSV ernaast stond. Wat was de uitleg? Ja, tegen Manchester United stond ik er niet in. De trainer gaf aan dat het om tactische redenen was. En dan ben je natuurlijk teleurgesteld. Je wil altijd spelen. Maar mij geeft dat alleen maar extra energie om binnen en buiten het veld nog harder te werken. En gelukkig mocht ik vandaag weer starten. Dus prima. Ja, heb je het gevoel dat je de trainer wel weer hebt kunnen overtuigen? Ja, wat ik zeg, het was een moeizame wedstrijd. We moesten het tempo hoger brengen. En dan kunnen we ook op de linkerkant veel meer dynamiek brengen. Dat was vandaag wat moeizaam. Maar wat ik zeg, het draait vandaag om resultaat en dat hebben we behaald. Hoe moeilijk is het wel als je met toch veel andere jongens speelt? Jullie speelden dus met een heel ander team als de laatste week. Is dat dan moeilijk voor jongens om je normale ritme te pakken? Niet alleen voor jou, maar misschien ook voor anderen die nauwelijks hebben gespeeld? Ja, moeizaam. Ja. Je traint natuurlijk ook elke keer met elkaar. Maar natuurlijk zijn er ook jongens die wat minder ritme hebben dan de ander. Maar wat ik zeg, we trainen met elkaar, we weten de afspraken van elkaar wat we moeten doen. En als iedereen dat doet, dan kunnen we gewoon hier een prima pot neerzetten.